Zo, we zijn in een sluis met bijna 25 meter verval op het Main-Donau-kanaal. En daar zitten we dus helemaal alleen in. Ze hebben hier drijvende boulders. Daar kun je je schip aan vastmaken en dan ja, verder hoef je weinig te doen. Dan gaan we gewoon naar boven zo meteen aan 25 meter. De deuren. Zo, we komen al een beetje boven te zitten. Je hoort de geluiden waarschijnlijk ook wel. De boulders die in de muren zitten te rammelen. Kijk, de schipper heeft niet veel te doen nou, hè. Hij staat er op zijn gemakje bij. Het is wel een unicum hoor, dat we alleen in zo'n grote sluis liggen. Zo, nou zijn we boven. Even kijken. Wat een beetje te zien is. Zo, we gaan eruit varen. Dat wil zeggen, we moeten daar wel op groen licht wachten. Want die deuren hier, die zakken in de grond, zeg maar. Dus je mag hier beslissen, dat mag je trouwens nooit natuurlijk, door het rood licht varen. Maar hier zou het gevaarlijk kunnen zijn, want als die deur nog niet helemaal gezakt is, dan vaar je er bovenop. Dus Chris gaat maar eventjes vaart minderen. En er ligt daar een passagiersschip te wachten om de sluis in te komen. Kijk, nu is het licht groen gesprongen. Prachtige passagiersschepen varen hier. En die leggen ook hier en daar aan om de mensen even aan wal te kunnen laten.